Goedemiddag allemaal en welkom bij deze update video, omdat het leek mij weer eens een keer nodig om een update te doen. Zoals jullie hebben gezien op mijn kanaal, wordt er niet echt zo snel meer Twilight Princess opgenomen en of geüpload. En ik ga jullie heel even uitleggen hoe dat precies komt. Ik heb de afgelopen paar maanden eigenlijk behoorlijk druk gehad met events, mijn werk, noem het maar op. Waardoor dat ik dus het probleem had van, ja, dat ik dus niet echt kon opnemen en dat moest dan weer bewerken. Daar had ik dus weinig tijd voor. Dus kort samengevat, dat ging niet echt soepel. Nou kan ik jullie vertellen, vanaf augustus tot dat weer een stuk beter gaat in verband met, ik heb meer tijd om op te nemen. Er zijn wel veel events waar ik zeker naartoe moet, dat wel. Maar er is wel wat meer tijd voor opnames beschikbaar en daar ben ik heel blij om dat door te geven. Dus nogmaals bedankt voor jullie geduld. Sorry dat het een beetje aan de trage kant gaat, maar het editwerk, opnames, dat moet ik allemaal gewoon nog in mijn vrije tijd doen die ik heb. Speciaal voor jullie. En dat doe ik nog steeds met plezier, maar dan moet ik natuurlijk dan wel de tijd voor vinden. Dus met dat out of the way te hebben, heb ik ook nog heel af en toe de vraag die ik krijg over Hardcore 2.5. Even kijken, de speciale funny moments van de Modded Survival serie. Nou, zoals ik al zei, ik ga iets meer tijd krijgen dus voor mijn YouTube. Dus wat ik van plan ben is sowieso 2.5 Hardcore, die is gestopt, die is gecanceld. In verband met, ja, dat het was zo moeilijk om op te nemen. Iedereen die had het heel erg druk. Dus we hebben 2.0 hebben we voor elkaar gekregen. Daar zijn we eigenlijk al heel erg blij om. Terraria-serie die gaan we ook weer oppakken. Waarschijnlijk via livestreams. De Pokémon Randomizer, dat zal ook nog steeds via livestreams gaan. We zitten te denken om weer een nieuwe Modded Survival te gaan maken. Of misschien een Modded Survival singleplayer of iets met Minecraft weer. Zitten we naar te kijken, durf ik nog niet met zekerheid te zeggen. Dus hou daar, misschien dat dat leuk is. Dus, maar hou er rekening mee dat het dus nog niet zeker is. Verder heb ik gemeld. Ja, events, dat staat op mijn kanaal beschreven onder het topicje over. Dan kun je dus zien welke events dat er zijn en waar ik dus naartoe ga. Heb ik dan nog iets? Ja, ik heb dan nog iets. Maar wat? Over de livestreams, daar krijg ik ook nog wel eens vragen over. Op het moment dat mensen zich vragen van, goh, wanneer ga je weer livestreamen? Of waar kan ik de livestream zien? In de beschrijving van mijn kanaal, of zelfs in elke video, daar zie je automatisch een Twitch-linkje staan. En dat Twitch-linkje, dat brengt je automatisch naar mijn kanaal toe. Als je daarop follow drukt, kun je dus, krijg je een notificatie. Mits je dit aan hebt staan op Twitch, krijg je een notificatie wanneer dat wij live gaan. De meeste tijden, ik heb niet echt een vaste tijd dat ik live ga, maar de meeste tijden dat ik live ga, dat is toch wel in het weekend, zaterdag of zondag, of misschien zelfs allebei de dagen. 9 van 10 keer geef ik dat wel aan op Facebook. En dan rond 6 à 7 uur tot ik dan live ga. Dus dat is altijd in het weekend. En tot slot wil ik jullie nog eventjes op het hart drukken. Pokémon Go, het is een enorme hype. Het is een hartstikke leuk spel, hartstikke gezellig. Maar jongens, alsjeblieft, doe het niet op de fiets, scooter, auto of wat dan ook. Doe het lekker gewoon lopers, want op de fiets, ik heb nou zoveel mensen gezien die gewoon echt meer op hun telefoon zaten te kijken als op het verkeer. En dat is gewoon gevaarlijk, dus ik raad jullie echt aan. Als je Pokémon Go speelt, zorg ervoor dat je zeker ook je omgeving in de gaten houdt, ook tijdens het lopen. Maar voornamelijk, doe het niet op een fiets, scooter, auto of wat voor vervoersmiddel dan ook. Lekker gaan wandelen, dat is het leukste voor Pokémon Go. Nou, mocht je nog vragen hebben over iets wat in deze update vermeld is, kun je dat natuurlijk altijd kwijt in de reacties en dan zal ik zo snel mogelijk antwoorden. Dus in ieder geval, nogmaals bedankt voor jullie geduld. En ik hoop dat we het kanaal zo groot mogelijk en gezellig mogelijk kunnen maken als dat het vanouds was. En met dat gezegd te hebben, wens ik jullie een hele fijne dag toe en tot de volgende video. Tot dan. Doei!